U bent penningmeester van Missing. En er staat heel wat gebeuren voor Missing. Ja, er staat heel wat te gebeuren. Ze willen Missing verplaatsen binnen de MFA van Medewik, dus de Muiter, zeg maar. En ze willen eigenlijk dat de Missing gaat verplaatst worden naar de voormalige ruimte dan van fysiotherapie, als voorkom. Maar dat is een stuk kleiner en daar zijn we het niet helemaal over. En we willen eigenlijk gewoon niet verhuizen. We zitten daar goed, we hebben een mooie locatie, een mooie ruimte. En overdag wordt die natuurlijk weinig gebruikt, maar we hebben alle mogelijkheden aangeboden bij Small Steps om die te kunnen gebruiken. We hebben aangeboden bij Optisport om die te kunnen gebruiken. We hebben hier bij de gemeente aangegeven, via Bert onze jongeren werken, dat die ruimte gebruikt kan worden overdag. En nou hoor ik dus net hier in de raad, of tenminste bij de raad, dan dat er weinig gebruik gemaakt wordt, alleen voor de avonden, dat die overdag niet gebruikt wordt. Dat vind ik wel een beetje jammer. Dus er zijn wel enige mogelijkheden om samen te werken. Maar ze willen eigenlijk de hoofdingang maken van Missing. Omdat daar dan een lounge zit, of lounge, annex horeca gelegenheid voor de Bondtheater gemaakt gaat worden. En ze willen daar eventueel ook de bibliotheek gaan vestigen. En dat heeft ook geloof ik nog met de school te maken? Juist, de school, de dijk wil uitbreiding. We hebben al vanaf 2017 zijn we ermee bezig, januari 2017. En we kregen om te horen dat ze meer ruimte nodig hadden voor niet-Nederlandstalige kinderen. Dus nou, mijns inziens is dat de asielzoekersstroom al aardig opgedroogd. Dus ik zeg, voordat het gerealiseerd wordt, zitten we in 2021. Dus zitten die kinderen al een paar jaar in Nederland. Is het dan nog echt nodig om uit te breiden? Maar nou hoor ik dus dat de school gewoon meer ruimte nodig heeft. Dus het ging helemaal niet om de niet-Nederlandstalige kinderen.